Hey, goedemorgen. Gisteren had ik op Facebook gezet, we doen het allemaal, maar het zou beter voor je zijn als je het juist niet zou doen. En wat bedoel ik daarmee in combinatie met afvallen, is eten terwijl je iets anders aan het doen bent. En dan heb ik het over bijvoorbeeld je telefoongebruik, of ik heb hier mijn iPad voor me staan, of je bent de krant aan het lezen of televisie aan het kijken. En de makkelijkste manier om... Of een van de makkelijkste manieren om af te vallen is om niet iets anders te doen terwijl je aan het eten bent. Dus als je kunt je voorstellen dat ik hier wat eet ik vanmorgen, een bakje yoghurt met kruisli. En ik ben aan het eten en terwijl ik op mijn telefoon zit, heb ik eigenlijk niet in de gaten wat ik aan het doen ben. En blijf maar eten, blijf maar eten, blijf maar eten. En een van de grootste hypnoses is eigenlijk de entertainment industrie. Ga je zelf maar na als jij op je telefoon zit en je zit op Facebook of je zit op YouTube. Er is zomaar een half uur voorbij. Je denkt even mijn berichtje checken, even kijken wat er allemaal gebeurd is op de tijdlijn van iemand anders. En je pakt je telefoon en je gaat swipen en swipen en swipen. En daarvoor heeft de entertainment-industrie hele goede trucjes bedacht om telkens maar weer jou aan je telefoon gekluisterd te houden. Vooral YouTube is daar heel erg sterk in. Als jij een filmpje opent, vlak voordat je filmpje afgelopen is, kun je al zien wat het volgende filmpje is. Kun je zelfs kiezen of dat je door gaat klikken of niet gaat klikken. Dus een van de makkelijkste manieren om gewicht kwijt te raken, is door je te concentreren op je eten. Weet wat je eet, kijk wat je eet, proef wat je eet. Ze noemen het ook wel mindfulness eten, hè? Dus het voelen wat je in je mond hebt. En niet iets anders doen terwijl je aan het eten bent. Dus niet op je telefoon zitten, niet televisie kijken, niet de krant lezen, geen boek lezen, niet op je iPad. Omdat je dan eigenlijk in een soort trance zit en niet in de gaten hebt wat je naar binnen werkt en hoeveel dat je naar binnen werkt. En dat was mijn tip voor vandaag. Heb je mijn andere tips ook bekeken? Staan op mijn Strikje Geluk hypnotherapie en NLP coaching site. Ik heb nu ook een aantal dagen op mijn privépagina de video's doorgezet, maar daar ga ik binnenkort mee stoppen. Dus wil jij mijn filmpjes volgen en mijn tips om makkelijker af te vallen zonder gedoe, dan ga vooral naar mijn bedrijfspagina en like hem, zodat jij de filmpjes en de tips ook meekrijgt. En binnenkort ga ik ook starten met Instagram. En daar ga ik van alles nog gaan delen over wat je kan doen om lekker in je vel te zitten. Dus dankjewel voor het kijken en tot morgen. Doeg!